Ruim 400 leerkrachten zijn bereid de uitdagingen waarmee ze kampen weg te werken. Deze uitdagingen kwamen aan bod tijdens de minibeurs die vandaag is georganiseerd door de Vanguard Community College en waaraan de eerste groep van 200 leerkrachten heeft deelgenomen. Op de beurs waren er diverse workshops voor leerkrachten waarbij aangeleerde tools direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Vanguard-directeur Juro Di Potaruno zegt dat deze minibeurs door de studenten zelf is georganiseerd, omdat ze ook leerkrachten zijn. Met de beurs willen zij hun collega's handvaten aanreiken om de uitdagingen het hoofd te bieden. De studenten hebben dat op grond van de behoefte hebben zij besloten om 3 workshops te houden. Eentje gaat over de leesstrategieën. Hoe zorg je ervoor dat kinderen die vanwege COVID een leesachterstand hebben opgelopen, hoe kan je ze op weg helpen? We hebben dan ook 5 tips voor ouderbetrokkenheid. En we hebben ook een workshop dat gaat over hoe creëer je een positieve schoolcultuur. De minibeurs houdt vooral in dat we willen uitleggen wie Vanguard is en wat we doen. We hebben namelijk een geaccrediteerde opleiding, Bachelor of Education, dat vooral bestemd is voor leerkrachten om zich verder te ontwikkelen, verder te professionaliseren. En wij vinden het belangrijk om te vertellen wat we doen, omdat wij het ons als onze maatschappelijke plicht zien om ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Di Potaruno geeft aan dat de bedoeling is dat de minibeurs een duurzaam karakter krijgt. Echter vindt hij het ook goed dat leerkrachten blijven investeren in hun carrière. De workshops moeten uitwijzen wat de behoefte aan kennisvergaring is onder de leerkrachten. Evalueren ook om te kijken waar er nog behoefte aan is. En als we luisteren gewoon naar onze studenten die in het veld zitten, dan merken we dat de uitdagingen in het onderwijs niet te onderschatten zijn. En we willen gewoon vanuit onze maatschappelijke plicht die awareness, die bewustwording creëren om eigenlijk ervoor zorg te dragen dat we moeten blijven investeren in het onderwijs en dat we ervoor moeten zorg dragen dat het onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit, eigenlijk daarvoor dat staat eigenlijk voorop. Voor de workshops was er een overweldigende belangstelling, waardoor Vanguard Community College vroegtijdig moest stoppen met de aanmeldingen. De volgende groep van 200 leerkrachten zal binnenkort worden ingepland voor deze workshops.